Chocoladeproducent Barry Callebaut krijgt van Europa de toestemming om te zeggen dat zijn chocolade gezond is voor het hart. Callebaut vond een methode om de gezonde bestanddelen van cacao te bewaren tijdens het productieproces. Het draait allemaal om de zogenaamde flavanolen in cacao. Wetenschappers wisten al langer dat ze goed waren voor de elasticiteit van de bloedvaten. Alleen gingen ze verloren tijdens het productieproces, bij de fermentatie van de cacao. Door het proces, jammer genoeg, gaan veel van die flavanolen verloren. En juist daarop heeft Barry Callebaut gewerkt, om die flavanolen blijven bewaren in de chocolade. En daar zijn we echt wel in geslaagd nu, om iets lekker te maken, maar tegelijkertijd ook goed voor je gezondheid. De nieuwe methode, hier ontwikkeld in het laboratorium van Wiese, behoudt 80% van die flavanolen. De Europese Commissie erkent dit nu officieel. Elke producent die chocolade van Barry Callebaut gebruikt, mag zeggen dat hij er gezonder van wordt. Niet alleen voor Barry Callebaut is het belangrijk, maar echt voor de totale chocoladeindustrie. Dus Barry Callebaut levert aan vrijwel iedereen die chocolade gebruikt. Dus samen nu met onze klanten hebben we de mogelijkheid om nieuwe producten te gaan ontwikkelen, nieuwe opportuniteiten, nieuwe toepassingen, die voor de klant een totaal nieuwe inzage geven in chocolade en blijven genieten in zijn boodschap, maar tegelijkertijd ook met iets leuk en iets gezonder aan verbonden. Toch waarschuwen ze, het is niet de bedoeling om dagelijks verschillende repen chocolade naar binnen te werken. 20 à 30 gram donkere chocolade per dag is voldoende.